Komen we naar de bocht 4, de rijderstijl doet dat even. De race zet het in de Teunissen hier. De Bedaamse leider doet hij dan naar voren. Bart Havel zet die aansluit op die tweede positie. Gaan we kijken naar de derde positie. De derde positie in handen van Marijn Smulders. Is er nog één plekje te geven? Dat ene plekje dat lijkt dan in handen te zijn nu van Justin van der Loon. Op die belangrijke vierde positie moet er natuurlijk wel uitkijken. Dat daar geen aanvalletje komt en dat je die plaats van Kochter kwijtraakt. Bijvoorbeeld op die vijfde plaats nu.